In de rubriek merkwaardige voorwerpen heb jij meegenomen. Ja, het collectezakje. Die hadden we nog nooit gehad. Maar nee. Er is een mooie aanleiding voor. Iets waar ik eigenlijk wel vrolijk van word. Vertel. Crowdfunding. Online met de pet rondgaan. Dat is al een paar jaar in Nederland geland. Mm-hmm. Maar dat slaat aan. Dat wordt door steeds meer mensen gedaan. Er wordt steeds meer gedoneerd, steeds meer opgehaald. Ook door steeds meer klassieke muzici. Kortom, tijd om even stil te staan bij crowdfunding. Ja, hoe gaat het in zijn werk? Nou, zoals de naam al suggereert, het gaat om een crowd, een massa... en dat je dan gezamenlijk iets fundt, iets financiert. Beetje onder het motto van heel veel kleine beetjes maken samen iets groots. Je gaat echt als kunstenaar, als maker, als initiatiefnemer naar jouw publiek toe... en je vraagt, wil je mij wat geven? En dan blijkt dat de geefbereidheid van cultuurminnend Nederland groot is, want... Even de cijfers van Voor de Kunst. Dat is het grootste platform in de creatieve sector qua crowdfunding. Die bestaan 5 jaar en die hebben tot op heden meer dan 2300 projecten mogelijk gemaakt. Dat is veel. Ja, dat is veel, hè? Ja. 130.000 donateurs, dat zijn unieke donateurs. En die hebben met z'n allen 13,5 miljoen euro opgehaald. Kijk. Nou, ja, en is dat voor muzikale beginners bedoeld? Om zo op gang te helpen? Wat is het doel? Het is eigenlijk heel laagdrempelig. Het is voor iedereen die een goed plan heeft... en die daarmee naar buiten durft te gaan van ik wil de boer op. En dat kan een amateur zijn, dat kan een grote naam zijn. Laten we even kijken naar een paar successtories. Ja. Goedendag, mijn naam is George Beentjes. Ik ben componist. Een van mijn grootste passies is het maken van klassieke muziek. Wat wij ook te gek vinden om te doen, is om te spelen op plekken waar mensen het niet verwachten. Deze voorstelling is een enorme uitdaging voor ons, want wij zijn muzici, maar nu worden we acteurs. Voor alles is een tijd. Nu is het tijd voor Händel. Maar dat kan ik alleen maar doen met jou. Ja, dat is Lisa Versman, had maar liefst 13.000 euro opgehaald. En dat leverde een mooie cd op. Met veel muziek van Mendelssohn, meen ik meteen. Ja, precies. Maar ja, wat wil jij nou met deze... Ja, wat wil ik met die ding? Goed, voor de draad ermee. Ik wil een klein experimentje doen. Ik dacht, laten we dat online fenomeen eens offline proberen. Mike, kom er eens bij. Je ziet al, ik heb op beide een gezichtje geplakt. Ja. Ach, wat ja, leuk hè. Ik heb jullie allebei gevraagd of jullie een lopend project op Voor de Kunst als het ware willen adopteren. Ja. Hier eventjes bij onze crowd willen pitchen. En dan ga ik daarna met de zakjes rond. Oké. Okay. En jij koos voor het Nationaal Jeugdorkest. Jazeker. Waarom? Ja, nou, ik ben sowieso fan van ze. Ze zijn hier geweest en toen vond ik ze ook al fantastisch. Maar ik vind ook... Ik heb de laatste jaren aardig wat orkesten van dichtbij gezien. En daar zitten nogal eens mensen tussen. Laten we zeggen, volwassenen die niet meer doen dan hun cao doormidden zagen. Laten we het zo zeggen. Je beledigt een heleboel mensen. Ja, weet ik. Maar wat ik zo leuk vind aan die kinderen is dat ze... volstaan van ambitie. Ze zijn aandachtig, helemaal bij de dirigent. De emoties van het stuk zijn op hun gezicht te lezen. Ze willen de mooiste noten maken die ze ooit zullen kunnen maken. Ze branden van verlangen om mooie muziek te maken. En ze willen met opera het bos in. En ze willen met opera het bos in. Dat vind ik sowieso goed. Ik ben ook een groot fan van het bos. Ja, dus ja. Duidelijk, jij zegt en doneer. En ze hebben nog weinig opgehaald. Ja, want ik zag ze moeten nog 6.000. Ja, moeten nog een behoorlijke slok, ja. Nou, we gaan eens kijken wat het oplevert. Ja? Paul, ja, waar ga jij voor pleiten? Het cello octet. Dat is een verrassend gezelschap vanwege die 8 Shelley, sowieso al. Vanwege hun muziekkeus. En omdat ze samengewerkt hebben, nu al, met Arvo Pärt. De nog levende, misschien wel grootste componisten van deze wereld. En daar ben ik een fan van. Zoals ik ook van dat cello octet een fan ben. Dus die combinatie, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar ze hebben nog niet een cd gemaakt, helemaal met muziek van Pärt. Hoewel er door Pärt al veel voor dat ensemble is geschreven. En hij is hier naartoe geweest. Nou, laten we even kijken. €12.000 ziet ja, het is een geweldige man. En
Ja, hij is 81. En wat dus dat cello octet wil, is dat nog voordat het te laat is, dat ze een, die cd aan hem kunnen aanbieden. Waar ik stel me in alle bescheidenheid beschikbaar om die uitreiking aanwezig te zijn. Oh, nou, vind ik het. Maar er moet dus eerst gedoneerd worden. Ik zou zeggen, de mandjes het publiek in, pak uw portemonnee erbij. Ja. Niet voordat ik natuurlijk bij jullie ook eventjes langs geweest ben. Ja, je mag natuurlijk aan je eigen project of net aan de ander, hoe je ja, het wil. Ja. Kijk, ja. Kijk eens even goed. Zo, had ze vast. Nou, dat lijkt me een mooi begin. Eens kijken hoe ons publiek daarop reageert. Ik geef jullie gewoon de mandjes. Dit is het jeugdorkest. Dit is Arvo Pärt en het cello octet. En geef hem die kant op. En 100 euro de man gemiddeld. Dan komen we een heel eind. Nu is de vraag, Floris. Jouw enthousiasme is natuurlijk aanstekelijk. Maar zijn er niet politici die denken, nou, als we dat gewoon bij het publiek kunnen halen, waarom zouden wij dan nog subsidie uittrekken voor die muziek? Ja, het gevaar bestaat dat je het op die manier interpreteert. Maar dan wil ik er wel een belangrijke kanttekening bij plaatsen. Er is in 2013 200 miljoen op jaarbasis afgegaan van de kunst- en cultuurbegroting. 200 miljoen. Ik zei net, in 5 jaar is 13,5 miljoen opgehaald met crowdfunding. Dat is natuurlijk een totaal andere orde van grootte. Met crowdfunding ga je geen orkest in de lucht houden. Het is meer een soort kers op de taart. En, dat vind ik het allerbelangrijkste, het laat zien dat het draagvlak voor kunst en cultuur heel erg groot is. Ja. 130.000 donateurs. Okay. Een belangrijke boodschap voor dames en heren. En politici. Nog belangrijker is de boodschap aan het eind van deze uitzending. Ja, ik ga, hoeveel hebben we hier opgehaald? Goed lappen, dames en heren. En de score gaat voor mij dan. Ja. Ja. Nu de man die het leukste heeft gedaan, wat hij in zijn hele leven heeft gedaan, geld tellen. Floris. Ja, dat was inderdaad best leuk. Ja, best leuk. En er was ook best veel te tellen. Het viel niet mee. We hebben dus gecollecteerd 2 projecten. Er waren een hoop mensen die zeiden, ja, helaas, geen cash en zo. Maar er waren toch gelukkig ook een heleboel mensen die goed gedoneerd hebben. Paul, het cello octet en Arvo Pärt, daar hebben we hier voor gecrowdfund. Dat heeft opgeleverd €532. Zo. Dat is toch leuk. Zijn ze zeker mee geholpen. Niet kwaad. En dan kunnen we daar nog overheen, want het Nationaal Jeugdorkest, die Hans en Grietje het bos in wilde sturen, Mike, je hebt daar een pleidooi voor gehouden, dat sloeg helemaal aan. Dat haalde 2 keer zoveel op, €1180. Zo de juf. 72. Applausje voor jezelf. Luister. Maar ze zijn er nog niet, dus ik hoop dat het veel mensen thuis ook inspireert om op Voor de Kunst het laatste zetje te geven. Ja. Crowdfunds helemaal het bos in en zo. We rekenen erop.